boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Yo, boys and girls. Mijn naam is Anton Dillen. Yo, boys and girls. En welkom bij alweer een nieuwe video op dit kanaal. Ik dacht normaal gezien vandaag een ding te uploaden, een Gran Turismo video, maar die ga ik schrappen, het was echt geen goede video voor mij. Maar dus gaan we nu vandaag, zoals jullie op de achtergrond horen, is GTA aan het runnen. Dus gaan we een GTA 5 video maken. Vandaag, alleen als je nu deze week, dan, het is vandaag donderdag, 21.11. Als je deze week de Clucking Ball Farm Raid 1 keer doet, krijg je een bonus van 250k. En dus heb ik al de setups gedaan. Ik heb de setups al gecleared. Dus nu gaan we de raid zelf doen. En let's go. Dan gaan we nu de raid gaan beginnen doen. Zoals jullie zien, zit ik dus nu in GTA Online in mijn politiepakje of ja, dingenpakje. En die radio mag uit. En nu gaan we dus naar de V van Vincent Effenberger, ofwel ja, Vincent. We zetten de sirene aan, want we willen heel snel daar zijn. Want hoeveel te rapper dat dan gedaan is, hoeveel te beter. Ik wil graag ongeveer. Dus ik zit nu aan 552k en 79.469 gewoon los cash in de zak. Maar ik wil graag aan een 1,5 miljoen zitten tegen het einde van volgende week. Dus tegen kerstmis wil ik graag tegen een 2 miljoen zitten. Dat ik, als de nieuwe update uitkomt, dat ik misschien aan 2 miljoen zit, dus ik weet niet. 2-3 miljoen wil ik toch wel bij de nieuwe update hebben. Dus nu zijn we dus naar Vincent Effenberger, naar de police aan het gaan in, hoe noemt dat hier? Little Soul. Dat is Vespucci Canals, is dat eigenlijk al. De Vespucci Police Station is dat hier. Dus we zetten onze sirene uit. We stappen uit. We gaan rustig naar... Staat hier nu... Dat staat hier van gratis. Hey, it's free. En we gaan de Clucking Ball Farm Raid doen. Ik heb ervoor gezorgd dat we... Niet dat wij ja, de raid hebben dat wij niet alerted zijn. Dus dan kunnen we rustig ons ding doen. Af en toe iets wat schieten. Met silencer of zo. Of ja, dus ze weten niet wat er gaat gebeuren. De dingen worden opgeladen. Daar zitten wij dus in. Daar zit ik dus in. En ik word daar neergezet. Kan ik rustig mijn ding doen. Ik kom er dus uitgeslopen. Daar zit een suppressor op. Voilà, die is ook dood. We gaan rustig gaan. Even niet hoor. Hup. Nog altijd niet gezien.
We hebben er niet gewarnd. Ik kan er juist niet bij. Hup. Die is ook dood. Stealth is niet langer een optie niet meer. We gaan nu beginnen knallen. Hopla. Nu gaan we cocaïne looten hier. Ja. Even wat dingen meepakken. Dat we niet doodgaan. En we gaan beginnen collecten. Hup, 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 hup. Kom aan, mannetjes, collecten. En ik ga proberen langs een andere kant beter te gaan dan waar. Dan waar ik eigenlijk normaal gezien buiten ga. Maar ik heb het gewoon opgefokt door een paar keer te willen schieten. Ik had eigenlijk dichterbij moeten gaan. Cocaine looted, oké. Nu gaan we daar weer moeten gaan schieten, ze weet. Hopla. Is er hier nog iets? Nee. Er is niks meer dat we kunnen gebruiken. Nu gaan we terug naar de factory floor. Puta. One would assume they'd have more cock and bell staff to keep up appearances, but I underestimated just how old criminals can be once they have the police in their pocket. Up here, gaan we nu ook wat coke stelen. Wat lukt op de dier daar moet gaan lokken, jongen. Hopla. Nu gaan we hier al direct beginnen. Is daar iets in? Ik hoop dat dit geen blokje in. Dat dit geen plak in. Is daar iets in? Daar zit hem. Hop, dat is goed. Zit er hier in. Hup. Kijk, dit is. En nu moeten we naar de safe gaan.
Even de sleutel daar gaan pakken. Mooi persje. Hopla. Is er nu nog een? Wacht, daar gaan we nog even wat afmaken. Tijdens te zien waar dat er nog een mogelijke uitgang is. Ik denk dat ik ze allemaal heb. Ik denk dat ik langs daar ook naar buiten kan. Ik ga eens zien. Langs hier niet. Maar daar zou een uitgang moeten zijn. Nou, hier is ook een uitgang. Dan gaan we daar. Dan gaan we daar zo'n beetje langs daar naar buiten. Dat is veel gemakkelijker. Dan komen we minder politie tegen, denk ik. Het is wel meer schieten, maar dat maakt nu niet uit. Hopla, office door. Hack de office computer, oké. Poeta, ik zeg niet. Waarom niet een NZ-computer? Nee, ik moet hem dienen. Waarom staan hier zoveel computers? Maar nu zijn het een NZ-computer of zo. En het is 28-17-89. 28-17-89. Let's go. We pakken dat nog mee. En nu gaan we langs Ginder naar buiten.
Oei, niet al eentje te ver. Hoezo kan ik niet langs hier naar buiten? Oh. Ik moet toch langs hier naar buiten. Kut. Plannetje mislukt. Laat dan maar je magazijn al klaar, jong. Kut, ik dacht dat ik dan daar ook naar buiten kon. Maar nee, ik moet langs die... Ik moet langs daar naar buiten. Ik dacht dat er ook een uitgang was, what the fuck. Run for your life, nigga. Fuck! Kut! Kut, kut, kut. Collect loot, nu moet ik loot gaan collecten. De eerste keer dat ik daar in het belangrijkste stuk doodga. En langs hier naar binnen, ja. Fuck. Wow. Oh. Let's go. And off we go. Off we go. Val niet in de trap. Ik weet wel een plek waar dat ze niet op mogen en daar ga ik nu naartoe. Dat zijn... Dat is altijd de beste manier om te escapen aan de politie. Dat zijn de train tracks. Als ze daar niet op mogen komen, en wij wel. We hebben wel 4 sterren nu, maar dat maakt nu niet uit. Er zit er alleen op dus. De treinsporen. Mag niet. Zet er nu serieus een flik op de treinsporen. Holy shit, holy shit. Ah.
I need another route. I need another route. I can't die right now. Otherwise this mission is over. I need another way out. Wait. Ik leid ze naar de stad en ik ga daar de tunnels in. En als ik voor de stad nog niet kwijt ben, dan rijd ik daar de tunnels in. That's the only thing I can do right now. Dan moet ik zien waar juist ik in moet. Too late, amigo. Let's go. 4 sterren. 21 minuten aan opname bezig. Deze video wordt ongeknipt. Deze stuk van de video is ongeknipt. Ja. Drie sterren, let's go. We gaan naar links. Daar zijn de flikken, we gaan naar links. Oh, daar zijn ook flikken, goeie. De helikopter heeft ons al gezien, zo. Even rijden, even aan de kant. Oké. Rechtendoor. We gaan... dan negeren. We gaan gewoon rechtendoor blijven gaan. We gaan hier rechts rijden. En dan de bergen in. Let's go. Zodra dat we wanneer dat was geen 1000 IQ move. Oké, ja, wat moeten we nu gaan doen? Even nadenken bij die pol. Dat kunnen ze goed in GTA. Hier gewoon blijven doorrijden. Ik kom bijna aan de tunnels uit. Als je ze nog niet kwijt bent, dan moet je naar tunnels. Oké. Okay. Zoom op borden, dat maakt me. Oké, okay, want. Oké. Okay. Traintracks helpen dus niet. Vorige keer wilde ik daar tegen kunnen, maar vandaag. Dus niet. Ja. We gaan hier naar beneden blijven gaan. We hebben nog altijd flikken. We zijn nog altijd wanted. Dus ja. We kunnen nu niks gaan afleveren bij Vincent. Want wij zijn nog altijd wanted. Wat gaan we dan doen? Even denken. Sewers in. Dag police. Even denken, waar kan ik erin? Hier. Hup. Hier zal direct ingang, denk ik. Omdraaien en erin rijden. Hopla. 1000 IQ move. Wauw.
Wow. Oh. This move, wow. I love it. And they can't see us, so it should be blinking. De wand tot level zal moeten gaan blinken, ze weet. We moeten gaan beginnen pinken. Als ze ons nog niet... Oké. Waarom begint dan niet te pinken? Normaal gezien zouden we ze nu al moeten kwijt zijn, maar in missies kan het misschien langer duren. Oké. Zien ons niet helemaal boven, nee. Oké. En nu weet ik niet hoe dat... Allee, kom aan. Ze zien ons toch niet meer? Maar het begint te pinken, het begint te pinken. Dat betekent dat we ze aan het kwijtgeraken zijn. Oké. Blijven hier even staan. Kom aan. Ga weg. Kom aan, ga weg. Wauw. Ja, het is weg. Wauw. Hup, we kunnen voort. Oké. Nu gaan we naar Vincent's lock-up. Dan moet hier niet al te ver vandaan zijn. Waar is dat? 1,09 kilometer. Perfect. We hebben perfect. Dit was a 1000. Wauw. 1,29. 1,5. Ja, wauw. Perfect. 1000 IQ move. Let's go. Let's go. Wel spijtig dat we zijn dood gegaan bij het gaan naar de auto. Maar we are still in it. Maakt niet uit. De volgende keer doen we het beter. Dus ja. Wel een video overtje van een half uur ongeveer. Let's go. Let's go. Hoeveel gaan we er krijgen? Ik hoop dat we alles hebben opgeraapt er juist. Oké. Hoeveel krijgen we voor het voltooien van de missie? 500k, let's go. Lekker. En krijgen we nu ook het geld, de 250k bonus. Krijg je ook de 250k bonus of niet?
Nee, we krijgen geen bonus zo te zien. Nee, we krijgen geen bonus. Maar dat is niet erg. Ja, boys en girls. Dit is dus het einde van de video. We hebben in een half uur hebben wij de Klokkenbel Farm Raid en naartoe gereden en gedaan. En nu ook het einde van de video gedaan. Dus ik wil jullie guys bedanken voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik check jullie guys graag dinsdag terug met een EFC 25 video. De laatste EFC 25 video. Waarin ik packs open. Want volgende week vrijdag komt het nieuwe seizoen online. En vanaf volgende week. Allee, nu tot zondag ga ik nog packs openen. En dinsdag komt een video online. Maar dat ga ik allemaal uitleggen in een video waar ik binnen 2 weken dinsdag ga uploaden. Dus dat is dinsdag 3 december geloof ik. Dat ik die video ga uploaden. Even zien. Ja, dat is dinsdag 3 december dat die video online komt. Hoe dat ik ga werken met Timo Dier. Omdat ik nu nog even het hele seizoen wil uitspelen. En ja. Dus ik check jullie guys graag terug dinsdag bij de EFC video. EFC video FC 25 video, laten we het zo zeggen. En dus check jullie volgende week vrijdag bij het nieuwe seizoen van EFC. Let's go. Ik check jullie dinsdag bij de FC 25 video. De laatste pack opening van 2024. Let's go.